Iedereen is op dit moment op de hoogte van de maatschappelijke problemen rondom de zorg- en ziekenhuiswereld, waarbij we een tekort hebben aan personeel, waar we heel efficiënt moeten omgaan met de juiste mensen en met de juiste kennis. En de Smart Glass helpt erbij om heel efficiënt om te gaan met de tijd. Ik heb vandaag onder supervisie van Wendy Roelofsen van de wondpoli in het streekziekenhuis Koningin Beatrix de wond van meneer Kramer bekeken. Ik kan thuis meekijken terwijl ik gewoon op mijn werkplek in het ziekenhuis ben. De Smart Glass werkt als volgt. Ik maak met mijn bril contact met het SKB in Winterswijk. En dan wordt een live verbinding tot stand gebracht, zodat ik mijn hands-free heb en de wondpoli zaken kan laten bekijken waar ik of onzeker over ben, of ze willen gewoon een update van een bepaalde wondstatus hebben. Dus ik krijg een soort belletje op de computer en ik kan dan door haar ogen meekijken. Je mag hem wel vertellen, ja. Ellen, want hij maakt zich zo'n zorgen dat het echt wel stukken beter uitziet dan vorige week. Het is niet zorgwekkend meer, je bent op de goede weg. Dus ik kan inzoomen op de wond, ik kan de wond op haar bril eigenlijk tekenen wat ik zie. Want ik zeg van, goh, daar moet je wat weghalen of heb je daar een ondermijning. Als we kijken naar de voordelen voor het ziekenhuis, dan kijken we vooral naar een efficiënte manier van tijdsbesteding. Dus de patiënt kan nu sneller worden behandeld, omdat je meer afspraken binnen een uur kan doen. Heel efficiënt met de tijd omgegaan. Ook voor de patiënt heeft het veel voordelen, want we krijgen nu de expertise aan huis onder supervisie van het ziekenhuis. En de patiënt heeft een enorm voordeel, omdat hij gewoon de hele reis met pijn, kosten, alles wat erbij komt kijken, niet hoeft te maken. Maar wat ik heel mooi vind is dat je heel dicht bij de mensen kan staan zonder dat je zelf aanwezig bent bij de patiënt. Ik vind het heel fijn dat het mogelijk is thuis behandeld te worden. Doeg, meneer Kramer. Met de Smart Glass hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis, maar brengen wij het ziekenhuis naar de patiënt.